Oké, dan we zijn hier met Kickboxing Fearless en natuurlijk Team Wissel. Verklaar jezelf. Wat is er gebeurd? Ja, wat kan ik zeggen? De eerste ronde, alles is in de eerste ronde gebeurd, man. Twee keer de rechter direct door het midden en de derde keer was de trap naar het hoofd. Toen was het klaar. Wat dacht je toen het gebeurde? Welke? Die eerste of die laatste? Oh, die laatste. Die laatste wist ik was klaar. Je wist al sowieso. Was klaar. Na die eerste directe, wat was je gameplan toen je hierheen kwam? Want je wist altijd een sterke linker. Ja, en hij wacht altijd voor die linker. Ja. Combinatie is ietsje minder, maar ja, hij wacht wel op zijn linker. Zijn links is zijn power. Ik dacht van als hij die links, als mijn rechterhand gewoon hoog houdt, dan... Niks aan de hand. Niks aan de hand. Ik moet gewoon scherp blijven. Dat was die gameplan. Scherp blijven en mijn ding doen. Heerlijk man, voor de mensen die je niet kennen, wie ben je, wat doe je, wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben Donovan Wissel, ik kom uit Suriname, ik ben nu gevestigd in Nederland. Ik train bij Kickboxing Fearless, ik heb ook mijn eigen team Wissel. Ja. En we combineren dat samen in het dagelijks leven, ja, ik train alleen man. Ik wil niks horen, trainen. Geen tijd voor afspraken. Nee man, dat wordt beloond in de ring, je weet toch? Gewoon. Dat is mooi. Ja toch? Volledig. Wat inspireert je aan hem? Wat is hetgeen wat inspireert je aan hem? Hij is personal trainer. Wat inspireert je aan hem? We hadden net gezegd in het begin van de partij honger. Je merkt echt dat hij echt je in gelooft, in zichzelf gelooft. En hij gaat er gewoon echt volledig voor in alles wat hij doet. Dus dat inspireert wel, weet je. Dat als je een droom hebt en dat je er echt alles voor inzet en dat doet hij. En ik denk dat wel heel veel jongens in de toekomst gaat inspireren. Want wij geloven allemaal in dat hij heel ver gaat komen. Ik denk het ook man, ik ben een mooi stijl man. Dus we gaan zeker meer van je horen. Wanneer? December misschien weer? Nee, december ben ik in Suriname, man. Ik ook een paar reizen. Ja, broer. 7 juli, Turkije. Hij gaat gewoon naar huis, man. Gewoon naar Suriname. Hij gaat niet... Oké, beter. Wanneer? 7? 7 juli in Turkije. Istanbul. Ja, man. Lekker, man. Dus ook even warm weer. Zeker. Hey, man met Bali, was hij geen Turkse jongen? Was Turkse jongen, ja. Oké man, gefeliciteerd man, sowieso lap. Verder gaan en pushen man, hero. Thanks. Je weet het toch? Okay. We gaan nog een foto maken. Ja. En dan